We zijn nu in de Durfstraat. Durfstraat. Heeft u misschien last van het verkeer? Ja. Als er zware vrachtauto's voorbij komen, dan schudt het hele huis. Heel veel verkeer door de straat. En we zijn met een comité bezig geweest om het zware verkeer te weren. En het is tot nu toe niet gelukt, omdat de gemeente Waterland, die is er tegen. Ja, dat is dan negatief. Dat is als de mensen van het werk afkomen en naar het werk toe gaan. Dus zeg maar 's morgens in de spits en 's avonds in de spits. De auto's rijden het hard. En daarbij letten ze totaal niet op wat ze doen. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Maar het is vooral het hard rijden en het grote zware verkeer waardoor de straat komt. Door de vrachtauto's is dit paaltje een beetje kapot gegaan. Nou, een beetje. Heel erg. Heel erg. Oké, kom. En woont u hier al lang? Nee, niet heel erg lang. 4 jaar nu. Ik woon hier pas 3 jaar, dus ik denk dat ik hier nog wel even blijf wonen. Oké, nou, dankjewel. Oké, veel succes. Ja, doeg. Oh, hier ligt een sigarettenpakje op de straat. Film van Rinske en Meerte. Yeah! Film je? Nee! Jongen, doe even normaal. Straat heen. Dat kunnen ze niet. Meert, ik denk dat we hier dan niet kunnen zijn, want hier is de belstuk. Hoe weet je dat? Nee, maar dit is geen geluidje. We zijn nu bij nummer 21 en ik ga even aankloppen, want ze hebben geen bel. Jezus, wat een kutbel is, hè? Waarom doet... Yes, deze bel doet het. Oké, Mitt. Please, wees thuis. Yes, de cord. Yo, Kenny! What? Lang niet genoeg. Yeah, ik heb je in. Pizza met de bed. De film van Rinske en Meerte. Oké. Oké, maar de rode is dus niet draaien. Ja.